bij deze nieuwe video. Vandaag weer een challenge, een make-up challenge. Ik ga mezelf opmaken in alfabetische volgorde. Ik heb deze video idee al gezien bij 3 andere Amerikaanse YouTubers, maar nog bij geen enkele Nederlandse YouTubers. Als je je nou afvraagt wat dit precies is, het is gewoon letterlijk wat ik zei. Ik ga me opmaken in alfabetische volgorde. In plaats van hoe ik me normaal opmaak, hou ik me nou aan het alfabet. Dus ik begin bij alle make-up die begint met een A en ik eindig bij Z. Zoals ik al zei, ik heb het dus alleen nog maar bij de Amerikaanse versie gezien. En het grappigste is dat mijn volgorde anders zal zijn dan hun, want ik doe het in het Nederlands. Dus alle woorden zoals bijvoorbeeld oogschaduw begint hier met een O en bij hun is het eyeshadow en daar begint het met een E. Dus ik kom op een hele andere volgorde uit, dus ik ben super benieuwd. Want ik ben wel echt van plan om gewoon een fatsoenlijke, degelijke make-up look te gaan maken. Maar ja, ik hoop dat het een beetje lukt. Ik heb er ook nog niet te veel over nagedacht. Dus het is ook nog een beetje een verrassing voor mij. Dus ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Want dan kunnen we snel verder gaan met de video. Nou, ik heb vandaag zelfs mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Terwijl ik dat normaal wel doe. Want die ga ik ook gewoon hier bij deze challenge doen. Ik heb bepaalde dingen zoals wenkbrauwen en lippen gewoon als 1 categorie gedaan. Want bijvoorbeeld voor mijn wenkbrauwen gebruik ik 3 producten. Maar ik ga niet alle 3 die producten apart doen. Ik heb dan gewoon 1 categorie wenkbrauwen en 1 categorie lippen. Nou, ik heb hier bij notes alles neergezet. Zodat ik het wel goed ga doen. Nou, hoe ik mijn make-up normaal doe, ervan uitgaande dat ik eerst begin met mijn gezicht en dan mijn ogen, is wenkbrauwen, primer, foundation, concealer, poeder, contouren, fixing spray, oogschaduw, eyeliner, mascara, wimpers, bronzer, blush, highlighter, lippen en als laatste setting spray. Nou, ga ik het dus op de andere manier doen. Nou, A, voor A is er niks, dus ik begin gelijk bij B. B is bronzer en blush. Dus ik moet gaan beginnen met bronzer en blush. Nou, top. Nou, ik moet wel zeggen dat ik een aantal maniertjes heb waardoor ik deze make-up look toch mooi kan maken. Maar ik hou me nog wel aan de challenge. Aangezien ik moet beginnen met bronzer en blush. En ja, het niet heel handig is om poeder onder cream producten te gaan doen. Ga ik mijn gezicht cream bronzer en cream blush gebruiken. Ik begin eerst met de bronzer. Ik gebruik mijn Revolution Fast Base Foundation Stick in de kleur F14. Deze gebruik ik... Dit is niet de goeie. Als cream bronzer heb ik mijn Revolution Foundation Stick in de kleur F13. Ik had ook in mijn video verteld waarin ik nieuwe make-up technieken gebruikte. Dat ik deze vaak gebruik als cream bronzer. Want hij is heel mooi warm. Dus dat ga ik nou ook doen op alle plekken waar ik gewoon altijd mijn gezicht brons. En met mijn beauty blender ga ik het dan gewoon zo erin blenden. Dit is wel echt super raar, maar oké. Oké, 3 keer raden waar ik nu op lijk. Als blush gebruik ik mijn Colourpop Between the Sheets Blush. Between the Sheets Blush. En dit is een beetje een creamachtige poedersubstantie. Het is een beetje een mix tussen een poeder en een blush. Dus met mijn spons ga ik deze ook gewoon zo hier aanbrengen bij mijn wangen. Ik doe een beetje veel, zodat hopelijk als we straks foundation en zo opdoen, dat het nog een beetje enigszins te zien is. Ik denk het niet, maar ja, whatever. Oké, dan komt C en dat is concealer en contouren. Nou, ik ga ook cream contouren. Ik gebruik mijn Kiko Contour Stick in de kleur 201. Dan ga ik over de bronzer contouren. Even kijken. Ja, ik doe ook mijn neus. En weer met de beauty blender uitblenden. Het is gewoon 1 grote verzameling van make-up hier op mijn wangen. Ja, echt weer top dit. Dan mijn neus een beetje uitblenden. Oh shit, ik had beter misschien eerst kunnen beginnen met concealer. Als concealer gebruik ik mijn Fenty Beauty Concealer in de kleur 210. Deze spons is echt al helemaal vies, maar ik ga hem ook weer gebruiken om mijn concealer uit te blenden. Ik breng hem ook aan op mijn oog om die alvast te zetten. Ik moet wel zeggen dat het makkelijker is om dit te doen als je je wenkbrauwen nog niet hebt gedaan. Normaal heb ik die al gedaan en dan moet ik er helemaal zo omheen werken. Maar nou is het wel lekker makkelijk, nou hoef je daar geen rekening mee te houden. Dit voelt nou echt een beetje als mijn video waarin ik nieuwe make-up technieken ging proberen. Waarin ik ook allemaal mijn contour en zo onder mijn foundation deed. En in die video werd het mooi, dus hopelijk nou ook. Oké, ik moet zeggen dat je concealer wel een hoop heeft opgelost. Oké, what's next? D, voor D is er niks, dus we gaan door naar E en dat is eyeliner. Oh my god, ik ga oogschaduw moeten doen na mijn eyeliner. Oké. Ja, top dit.
Ik ga mijn Revolution Liner Pen gebruiken. Ik heb die nog nooit getest, dus dit wordt de eerste keer. En ik maak gewoon een zwarte lijn op mijn ogen. Zo, de eyeliner zit erop. We gaan verder. Dan komt F, dat is Foundation en Fixing Spray. Oh my god, eindelijk foundation. Ik gebruik de Rimmel London Match Foundation, die met een blauwe dop. En welke kleur heb ik hier? Er staat niet op welke kleur ik heb. Oh, 200 Soft Beige. Beetje schudden. En dan aanbrengen over mijn hele gezicht. En daar gaat de hele contour en blush en alles. Maar goed, maakt niet uit. Ik had het gevoel dat ik een beetje overbelicht was. Dus ik heb even de belichtingen iets lager gedaan. Deze foundation is iets te rood voor mij. Maar ja, maakt niet uit. ABCDEF G. Voor G heb ik niks. Dan komt H. H is highlighter. Ik gebruik mijn Elf Baked highlighter. Mensen, willen jullie even beseffen dat ik nog steeds niks van poeder op mijn gezicht heb. Dus heel mijn concealer gaat hier gewoon sweet creasen. Deze highlighter is een partij mooi. Iedereen ren naar de Douglas. Hij is ook super goedkoop. Oké, A, B, C, D, F, G, H, H. En dan gaan we verder. I, J, K. Voor I, J, K heb ik alle drie niks. Dan komt L. L is lippen, dus ik ga random mijn lippen doen. Als lippotlood gebruik ik de NYX Lip Liner in de kleur brown. En om het in te kleuren gebruik ik de NYX Slip Tease lipstick. En die is in de kleur First Date. Na de L komt de M en dat is een mascara. Ik gebruik mijn Revolution mascara. Ik moet wel zeggen dat ik heel blij ben dat de mascara komt voor de wimpers. Maar ik ben niet zo blij dat de mascara komt voor de oogschaduw. Dus ja, ik weet niet echt wat voor oogschaduw ik ga doen. Maar dat zien we zo wel. Oh shit, moet ik dan ook nu al mijn onderste wimpers doen? Volgens mij wel. Ja, want anders, ja, het is nu of nooit. Oh my god. Oh, dit ziet er echt niet uit. Mijn onderste wimpers zijn langer dan mijn bovenste. Top dit. Oké, we gaan verder. Mascara gehad. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Dan komt de N van Nico, maar daarvoor heb ik niks. Dan komt de O en dat is oogschaduw. Dus we kunnen oogschaduw gaan doen. De wenkbrauwen zijn nog niet gedaan. Ik heb nog geen poeder op. Heel mijn concealer crease. Maar maakt niet uit. We gaan oogschaduw doen. Oké, ik denk dat jullie wel begrijpen dat ik niks te heftigs ga doen met mijn ogen. Ik gebruik mijn iHeart Makeup 24K Gold Eyeshadow Palette. Dit zijn een beetje neutrale kleurtjes. Ik ga deze kleur en deze kleur allebei in mijn arcadeboog doen. Ik begin eerst met de wat lichtere kleur. En dan pak ik een klein beetje van de iets donkerdere bruine kleur. Om het iets donkerder te maken. Ik blijf nou wel iets lager op mijn oog. Dan pak ik deze glanzende kleur voor op mijn ooglid. En ik probeer een beetje boven die eyeliner te blijven, soort van. En dan weer een beetje met die fluffy kwast blenden. Ik heb er niks meer op gedaan. Ik ga er gewoon zo'n beetje overheen. Ik probeer ook die twee kleuren die ik in mijn arcadeboog heb gedaan een beetje onder mijn wimpers aan te brengen. En dan deze lichte champagneachtige glanzende kleur. Die pak ik ook een beetje. En die doe ik dan in allebei mijn binnenste ooghoeken. Wauw, die kleur is echt mooi. Oké, ik ben heel benieuwd wat er na oogschaduw komt. Na de O komt primer en poeder. Ik ga eerst poeder doen. Ik gebruik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Kan ik eindelijk een beetje poeder aanbrengen. Heb ik lang op moeten wachten. Even de creasing een beetje proberen weg te werken. En dit ga ik dan onder mijn ogen aanbrengen. Bij mijn kin. Ik breng de poeder in principe gewoon een beetje aan over mijn hele gezicht. Wat wel minder is, is dat ik highlighter op had. En ja, die gaat er nou gewoon vanaf doordat ik deze poeder aanbreng. Of ja, hij zit er nog wel een heel klein beetje, maar hij wordt een stuk minder. Omdat deze poeder hem mat maakt. Oké, dan gezichtsprimer. Weet je wel, dat ene product die je als eerste opsmeert onder al je make-up voordat je begint. Nou, die moet ik dus nou gaan aanbrengen over mijn make-up. Als jullie denken dat ik een doodnormale cream primer ga aanbrengen over al deze make-up, dan zitten jullie heel verkeerd, want ik ook hier heb ik een omweg gevonden. Ik heb hier de Barry M Hydro Fix Primer Water. Dus dit ga ik gewoon over mijn gezicht sprayen. Nou heb ik mijn make-up niet hoeven te verpesten. Nou, na de P komen de Q en de R. Daarvoor is niks. Dan komt de S, setting spray. Oké, dat is ook geen big deal. Ik ga van Catrice de Hydrating Prime... Ik ga van Catrice de Hydrating Prime & Care Spray gebruiken die super lekker ruikt. Oké, we gaan weer door. Wat een video is dit, echt. Dit slaat toch allemaal helemaal nergens op eigenlijk. Dit is echt gewoon pure entertainment gewoon. Naar de S komt
Wie moet er ook elke keer het hele alfabet overnieuw zeggen in haar hoofd? Om te weten welke letter naar welke letter komt. Ah, we zullen even gaan kijken de rest. S-T-U-V. De T en de U en de V heb ik niks vol. Dan komt de W. En dat zijn wenkbrauwen en wimpers. Dus dat is ook het laatste wat nog moet worden gedaan. Ik ben heel blij, want als ik één ding miste nou aan mijn gezicht, is het wimpers en wenkbrauwen. Als wimpers ga ik die van Queen Darcy gebruiken. Deze zijn Jade. En terwijl mijn wimpers aan het drogen zijn, ga ik even mijn wenkbrauwen doen met mijn NYX Brow Pencil in de kleur 6. Nummer 6 is black, dat is de donkerste kleur. En dan gebruik ik mijn Benefit Foolproof Brow Powder ook in de kleur, in de kleur 5 om mijn wenkbrauwen in te kleuren. En dan als laatste voor mijn wenkbrauwen de Benefit Gimme Brow in de kleur nummer 5, is ook weer een donkere kleur. En hiermee ga ik door mijn hele wenkbrauw heen. Nou, dan is de look af. Ik moet wel zeggen dat wimpers en wenkbrauwen de look echt afmaken. Al, ik weet niet, deze wimpers zit niet echt heel goed. Maar ja, whatever. Nou mensen, wat vinden we ervan? Hoe heb ik het gedaan? Mijn gezicht is wel like 10 tinten donkerder dan mijn nek. Maar dat maakt niet uit, dat gaan we gewoon compleet negeren. Ik vind dat de look op zich redelijk is geworden. Het ziet er niet per se slecht uit. Ik zou zo over straat kunnen gaan. Ik vind wel het verschil qua kleur met mijn gezicht en mijn nek wel echt too much. Maar voor de rest, het is best een oké look, toch? Toch? Nou, ik persoonlijk vind het altijd heel leuk om challenge video's te maken. Maar ja, jullie moeten het ook leuk vinden. Dus laat me vooral weten of jullie dit soort video's leuk vinden. Of dat je iets hebt van, ja, hoeft niet per se. Let me know in de comments onder deze video. Laat een like achter. Laat me weten wat je van de video vond. Hoe ik het heb gedaan. Just zeg gewoon iets. En dan plaats ik hier mijn gezicht. Zodat je makkelijk kunt abonneren. En twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die hopelijk een stuk beter gaat. Doeg!